Mijn naam is Ronald Leenaert, bugelist bij Koninklijk van Vaart de Vrije Burgers van Meer. De eerste keer dat we gaan, ja. De eerste keer. Uitdaging voor ons, zeker voor onze jeugd. Ten tweede, je wordt geconfronteerd met korpsen van jezelfde niveau. Daardoor stijgt je niveau ook zelf. En het is het toneel van beste harmonies en beste fanfares en brassbands van de wereld. Dus, en elke 4 jaar zijn dat de Olympische Spelen. Dat is gewoon schitterend. Ja, je moet dat zeggen. Alsof ze in een DPB-put springt. Niet in de top met water, want dat is er zo onder, hè. Dat moet langzaam gewoon. Toch? Dus 3. Ja. Waar je bij de boer gewerkt, ja. 3, 4, 1. Ja, dat is alleen die reef toe. Opnieuw. Elke vrijdag. Vanaf volgende week is het dinsdag vrijdag. Laatste week is het elke dag. Dus partieel. Heel veel partieel repeteren. Maar dat is leuk. Dat is gewoon leuk. De eerste keer moet je gewoon denken, gewoon de eerste prijs is goed. Niet meer, niet minder. Alles wat erbij komt is leuk en extra. Meer moet het niet zijn. Dus ook de periode daar naartoe werken is ook leuk. Wat betekent muziek voor jou? Alles. Zo simpel is het.